bent hier op een centrum dat tot stand gekomen is door private en publieke samenwerking met als initiators Jans en Fritsen en natuurlijk Embedded Fitness. En ik dacht, ik wil een centrum beginnen waar je kan gamen en bewegen tegelijk. Eigenlijk hebben we alleen maar de uitdaging om het talent in een kind te herkennen en die in een omgeving te krijgen waar dat talent tot wasdom komt. Ik geloof dat dit lab een kans biedt om te helpen op het gebied van motorisch ontwikkelen in Nederland. Ja, en te zorgen dat je bewegen op een goede manier. Ik geloof dat er een fantastische kans ligt voor dit lab. Nu wordt er heel veel gedacht in vakken. Zo van, we hebben geschiedenis, we hebben rekenen en dan zit je en we gaan nu naar de gymzaal, dan gaan we bewegen. We hebben nu pauze en dan gaan we bewegen. Maar misschien zou dat wel veel organischer door elkaar kunnen plaatsvinden. En waarom ga je niet met technologie nadenken over mooie vakken op de muur waarbij ze punten moeten scoren? Waarom ga je niet nadenken over hoe je dat met rekenen kan integreren, hoe je dat met lezen kan integreren? Dus dan heb je ook te maken weer met vakkenintegratie. Wij vanuit de topsector Life Science & Health zouden heel graag zien dat ergens een aantal scholen die in hun gedachten hebben om naar nieuwbouw toe te gaan, want dat is vaak makkelijk, hè? Dan moet er toch wat gaan gebeuren. En zo zou ik ook die schoolgebouwen en die concepten die jullie heel erg echt al tastbaar hebben gemaakt, ook daadwerkelijk invoeren. Met dit soort ideeën willen wij in ieder geval vanuit onze topsector Life Science & Health 1 miljoen investeren om daadwerkelijk tot zo'n plan te komen. Ik wil eigenlijk hierbij gewoon het centrum als voor geopend en van start. We zijn eigenlijk al de hele tijd bezig, maar met alle input gaan we nou echt van start. Bedankt bij deze. Ja?